Dames en heren, welkom bij de Alles Komt Snor Show, de talkshow en podcastreeks rond video- en contentmarketing. Het belooft een sportieve aflevering te worden, want we gaan het vandaag hebben over hoe je je bedrijf nog altijd kan laten groeien door een sportclub of sportmerk te sponsoren. Ik heb daarvoor twee superfijne gasten uitgenodigd. Langs de ene kant heb ik Thomas Vanautgaerden van Wasserman en langs de andere kant heb ik Kenny Provyn van de Lotto Dstny ploeg. Ik stel voor dat we een sprintje inzetten en meteen aan de aflevering beginnen. Thomas, Kenny, welkom in onze gezellig salon. Ik hoop dat jullie zin hebben in een half uurtje, drie kwartier fijn gesprek rond sport en rond sponsorship en marketing. Zeker. Welkom. Ja. Misschien moeten we een keer kort, voor de kijkers die jullie niet kennen, even een tour de table doen. Thomas, wil jij even een keer kort voorstellen wat jouw functie is, waar je dagelijks mee bezig bent? Zeker. Ik werk voor Wasserman Cycling. Wasserman Cycling is een makelaarskantoor, een managementkantoor voor wielrenners. We zijn al meer dan 20 jaar actief in de wielermarkt. We vertegenwoordigen momenteel een 100-tal renners van allerlei allooi, van allerlei nationaliteiten en van allerlei leeftijden. Onze jongste klant is 16 jaar, onze oudste is ondertussen gepensioneerd, Philippe Gilbert bijvoorbeeld. Wat we voor hen doen is eigenlijk heel divers. We onderhandelen hun rennerscontracten, dat is nog altijd de basis. En daarnaast houden we ons bezig met al het extra sportieve. Dus dat gaat van verzekeringen tot commerciële begeleiding, marketing, dat soort zaken. Dat laatste, dat is wat ik eigenlijk doe. Dus ik neem al het commerciële voor mijn rekening. En dat gaat dan van persoonlijke sponsors, reclamecampagnes, tv-projecten, boekprojecten, dat soort zaken. Mm-hmm. Klassiek heet dat dan een agent, maar het is waarschijnlijk... Het gaat ruimer. Iets verder, ja. We zijn inderdaad klassiek makelaars en zo kennen de meeste mensen ons ook. Ik zelf ben geen makelaar. Mijn collega's Jens Raas en Dries Smets zijn de echte makelaars, die dus ook de contracten mogen ondertekenen. Ik ben eigenlijk specifiek ook aangenomen om dat commerciële, het marketinggegeven, mee vorm te geven. Sinds een 4-tal jaar nu. Daarvoor, ik kom eigenlijk ook uit een marketingrol. 13 jaar lang in de automobielindustrie gewerkt, in een marketingrol. Dus ik heb ook aan de andere kant van de tafel gezeten. Ik denk net zoals Kenny trouwens. Wat ook wel interessant is, want dat geeft je ook kennis van hoe dat die andere kant denkt. En hoe dat gaat met budgetten en dergelijke meer. Dus dat is wel interessant, denk ik, om die kennis dan mee te brengen. Maar inderdaad, geen klassieke makelaar meer. Eerder een managementkantoor noemen wij het. Ja. Oké, fijn. Ja. Dus jij staat eigenlijk dicht bij de renners. Kenny, staat jij ook op een of andere manier dicht bij de renners? Want jij komt voor Lotto uit. Wat is uw rol daar exact? Ja, mijn rol bij Lotto Dstny. Ik ben eigenlijk commercieel manager sinds kort. Dus ik ben eigenlijk in halverwege april gestart. En in de nieuwe rol. Dus mijn functie is vooral sales, marketing en communicatie gerelateerd. Dus ja, dat gaat inderdaad over het behartigen van alle partnerships die met Lotto Dstny in contact komen. En ja, mijn taak is vooral het commerciële luik, dus eigenlijk heel weinig met sportieve te maken. Natuurlijk worden er heel wat zaken gedaan met de renners, maar dat is dan altijd in afspraak met ons sportief departement, om te zien wat en hoe het kan. Voor de bepaalde shootings, maar dat zijn dan ook aparte dagen dat we daarvoor zien, dat we niet de planning van de renners eigenlijk in de war sturen daaromtrent. Dus ja, er is contact met de sportief, maar inderdaad niet zo één-op-één contact. Ja, ja, oké. Jullie hebben in het verleden al samengewerkt met elkaar, of vergis ik me daarin? We kennen elkaar eigenlijk via Wim. Wim Matheus is eigenlijk de leider van onze marketingafdeling. We hebben ook naast onze makelaarskantoor een afdeling dat zich bezighoudt met het begeleiden van merken en bedrijven die actief zijn in de sport en eigenlijk in elke sector. Om hen eigenlijk 360 graden marketingdiensten aan te bieden. En Wim kende Kenny al van vroeger bij Zulte Waregem, denk ik ook nog. Hè? Dus vandaar de link. En wij werken inderdaad ook voor wielerteams. Hè, want we werken niet alleen voor de atletenkant, maar ook voor sponsors, voor wielerteams. We begeleiden bedrijven in hun zoektocht bijvoorbeeld naar het juiste team om te sponsoren of een partnership mee aan te gaan. En omgekeerd begeleiden we ook wielerteams of buiten onze sport dan voetbalclubs bijvoorbeeld bij de zoektocht naar partners of om hun marketingstrategie op poten te zetten, om hun Commercial deck bijvoorbeeld is onder handen te nemen. Dus dat soort zaken, dat doen we ook, ja. Mm-hmm. Want in hoeverre is zo'n commercieel partnership echt belangrijk voor het bestaan van de wielerploeg? Ik kan me inbeelden dat dat wel een groot stuk van de kosten en de cijfers dekt. Of vergis ik me daarin? Ja, meer dan 90% bij de ploeg hangt eigenlijk, is afhankelijk van de sponsorinkomsten. Okay. Dus als je dan inderdaad vergelijk maakt met een voetbalclub, is dat natuurlijk iets anders. Die hebben daar heel veel hospitality-mogelijkheden. Die hebben de ticketinginkomsten om de 14 dagen. Beker van België-wedstrijden, et cetera. Dat er allemaal nog een keer komt kijken. Eigenlijk de tv-rechten. Dus ja, in het wielrennen is dat een volledig ander verhaal. Een beetje, denk ik, de zwakte van het wielrennen ook. Het businessmodel is praktisch volledig gericht op sponsorinkomsten. En je hebt dus inderdaad die constante zoektocht naar bijkomende sponsors. Je hebt ook sponsorcontracten die aflopen. Niks is voor eeuwig, hè, in het leven. Ook een sponsorcontract komt ooit een einde. En dus je moet eigenlijk als wielerteam constant bezig zijn met de opvolging en what's next after next. Dus die zoektocht is superbelangrijk. En ik denk, mensen zoals Kenny, die doen dat heel goed. Hè. Die schuiven de markt af, niet alleen met andere wielerteams, maar ook voor het voetbalclubs. Hè. Je hebt nu bijvoorbeeld Anderlecht die een nieuwe hoofdsponsor zoekt. Dus eigenlijk als wielerteam ga je niet alleen in concurrentie tussen haakjes met je collega-wielerteams, maar ook met voetbalclubs, met andere entertainmentproducten. Pak nu een festival als Tomorrowland, is ook gesponsord. Je vist eigenlijk allemaal in dezelfde vijver. En dus, je product moet wel op punt staan. Ja. En het is wel belangrijk dat je daar voldoende aandacht aan besteedt. En we zien nu wel bij de betere georganiseerde teams dat daar een commerciële manager zich mee bezighoudt en een heel marketingteam zich mee bezighoudt, wat ook goed is. Hè? Ja, in hoeverre is het eigenlijk gemakkelijk om nog een klant mee te nemen of een prospect daarin in een sponsorverhaal? Wat is dan eigenlijk hetgeen dat je kunt bieden buiten de naam van de ploeg en exposure? Ik denk dat sommige bedrijven wel echt willen weten van ja, hoe maak je dit meetbaar en tastbaar in een wereld waarin alles digitale data geworden is? Wel, daarvoor zijn er inderdaad wel wat bedrijven met expertise daarin die inderdaad alles kunnen meten, hè. Via AI en dergelijke. Kun je nu inderdaad perfect meten hoeveel en hoe lang een bepaald logo zichtbaar is. Dat wordt dan inderdaad met een bepaalde factor vermenigvuldigd om te zien wat dat eigenlijk de mediawaarde daarachter is. Stel dat je als bedrijf zou investeren in een reclamespot op tv, dan wordt dat inderdaad zo een beetje daarmee vergeleken en dan kun je daar je investeringen een beetje mee gaan vergelijken. Maar ik denk dat het inderdaad ook vooral draait. Sport is emotie. Het is experience. Je moet inderdaad die ervaring kunnen aanbieden, iets unieks. En dat die mensen daarmee naar huis gaan. En vooral dan mensen die als VIP naar een bepaalde koers gaan, dat je die ervaring geeft en dat die mensen naar huis gaan en zeggen van kijk, ik heb er nog nooit meegemaakt dankzij Lotto Dstny bijvoorbeeld. En dat die klanten dat ook kunnen zeggen, de klanten van de klanten uiteindelijk. En dat is wel de bedoeling dat we dat wel meegeven aan de mensen van het is meer dan enkel het logo erop plakken, maar het is meer een experience gaan bieden en zien van wat je ergens anders niet kunt doen. Mm-hmm. Ja, want een brand is ook wel op zoek waarschijnlijk om niet alleen mensen te laten kopen van hen, maar ook er is emotie die in de sport zit, ook aan de brand te koppelen. Absoluut, en daar is daar heeft de wielersport wel een voordeel ten opzichte van andere sporten of andere sectoren. Want het is een sport die zich enorm goed leent tot storytelling, vind ik. En je hebt... Ik neem altijd het voorbeeld van Bahamontes bijvoorbeeld. Bahamontes is een wielermagazine dat eigenlijk, denk ik, trimestrieel vol staat met verhalen rond van binnen de wielersport, van het heden en van het verleden. En dat marcheert eigenlijk heel goed, want je kan over een wedstrijd als Parijs-Roubaix het verhaal van de winnaar kent natuurlijk iedereen, maar eigenlijk alle deelnemers die daar de finish halen, die hebben een verhaal op zich en dat kan heel interessant zijn om te brengen. Ik denk dezelfde uitgever heeft het geprobeerd in het voetbal met Puskas. Ja, het voetbal is denk ik een sport. Ik ben natuurlijk bevoorrecht, omdat ik wielerfan ben ook. Maar het voetbal is denk ik een sport die zich daar iets minder toe leent tot de storytelling. En daar kan je als merk dan wel op meesurfen. Op zich ook de content die je er kan inleggen, daar is het wielrennen absoluut geschikt voor. En je bent aanwezig met je merk in een wereld die niet skippable is. Want je spreekt over digitaal marketing en dat is zeker... ik ben zeker niet tegen digitaal marketing, integendeel. Maar persoonlijk, als ik zo'n video zie of een reclameboodschap, van zodra ik kan, skip ik wel. In de wielersport ben je per definitie deel als sponsor van die sport. En je maakt inherent deel uit van die sport, zij het in de naam of op het shirt. En je bent niet skippable tijdens die wedstrijd. Hè. Je maakt deel uit van de emotie, je wordt deel van goede momenten. Mensen, fans, associëren je met mooie herinneringen, met mooie overwinningen bijvoorbeeld. Dus om daar dan deel van te kunnen uitmaken, denk ik, als merk is wel heel waardevol. Het toegankelijke aspect van het wielrennen is inderdaad nog. Als je dat vergelijkt met inderdaad de Rode Duivels bijvoorbeeld, die zijn heel afgeschermd, heel afgeleid daar allemaal. En het wielrennen is inderdaad dat persoonlijk contact absoluut, met die renners. En net voor een koersje aan de bus gaan staan, je ziet die mensen, je kunt een keer snel een foto vragen. Dus inderdaad, dat toegankelijke aspect is ook wel heel fijn aan het wielrennen. Ja. Zeker. En je kan bijvoorbeeld als amateurwielrenner op dezelfde wegen, dezelfde hellingen als de Ronde van Vlaanderen, daags voordien of daags nadien, gaan rijden en min of meer dezelfde sensatie hebben als een profrenner. In het voetbal opnieuw kan je dat niet. Hè. Je kan niet op Camp Nou een balletje gaan trappen, denk ik. Terwijl op de Paterberg, op de Kwaarmond, kan je gewoon met je koersfiets eens gaan voelen hoe het voelt om over die kasseien te rijden en die helling op te rijden. Dus ergens is het relatable. Hè. Je kan je inbeelden hoe zo'n profrenner zich moet voelen. En dat maakt het inderdaad wel dicht bij de mensen en zeer herkenbaar. Mm-hmm. Wat voor brands of merken of bedrijven zijn eigenlijk ideaal om aan te sluiten bij een koersploeg? Kan mij ook inbeelden dat niet alles gepast is? Ik denk dat je dan inderdaad ook vooral moet kijken naar de waarden die je als team eigenlijk uitdraagt. En dan, als ik spreek over Lotto Dstny, is dat natuurlijk een opleidingsploeg. We werken met jonge Belgische talenten dan. Aangevuld met ervaren jongens die jonge talenten ook naar een hoger niveau kunnen brengen. Mm-hmm. Dus ik denk dat je daar vooral naar de waarden van de ploeg moet kijken en de ambities daarin. Wij zijn een challenger eigenlijk in het peloton. We hebben niet de grote budgetten zoals een UAE bijvoorbeeld. Maar we willen wel meedoen. En dat is nu ook wat al inderdaad dit jaar echt aan het lukken is. Ook met een Van Gils, met een Arnaud De Lie, met een Van Eetveld begin dit jaar, die ook topprestatie geleverd heeft. En ik denk inderdaad dat we nu met die poelen jonge renners echt mooie dingen kunnen gaan bereiken. En dat echt... Die lancering dat we willen maken voor de jongens en hen naar een hoger niveau brengen. En dat is vooral die ambitie tonen en die visie daar, dat die match de move vooral zijn tussen de partner en de wielerploeg. Mm-hmm. De laatste jaren zien we wel meer en meer de trend dat wielerteams ook een eigen identiteit gaan opbouwen en echt een merk ook op zich gaan zijn. Hè. Je hebt natuurlijk de Wolfpack gehad, samen winnen van Visma Leasebike, maar zeker ook Lotto Dstny, absoluut. Het is een ploeg waar mensen zich iets bij kunnen voorstellen. Het is een Belgisch DNA, opleidingsploeg. Mm. Dus ik kan heel veel ploegen opsommen in het profpeloton waar ik zelfs niet goed van weet waar ze nu eigenlijk voor staan. En laat staan de modale wieler van. Mm-hmm. Bij Lotto Dstny is dat absoluut wel het geval. Hè. Het is een ploeg die al sinds 1985 in het profpeloton aanwezig is en die eigenlijk altijd garant heeft gestaan voor het opleiding van talent. Als je gaat kijken in het huidige peloton, is het echt opmerkzaam hoeveel profrenners via de Lotto-wielerploeg in het... We hebben recent de calculatie gemaakt. En sinds 2007 zijn er al 81 uit het tevelteam eigenlijk prof geworden. Ja. Dus niet enkel natuurlijk bij de Lotto-ploeg, maar eigenlijk die dan doorstroomd zijn naar andere profploegen. Dus 81 staat momenteel uit. Dat is wel nog cijfer. Ja. In hoeverre is het dan ook... ik kan me inbeelden, je zit op zoek naar centen vaak. Waarschijnlijk zal ook wel vaak over stevige sponsorbedragen gaan. In hoeverre, als je dan toch bezig bent ook met een merk op te bouwen, ligt de keuze van wie dat je erbij pakt daarin... Hoe ver neemt dat de doorslag? Want je hebt ze nu allemaal, de bieren en de energiedranken, die bijvoorbeeld ook willen meesurfen op het sport, emotie, en die een merk daaraan willen koppelen. Is dat voor jullie een belangrijke parameter om op te beslissen, of niet? In het wielrennen is het denk ik ook zo dat, zeker op het niveau van naampartner of co-naampartner, dat daar een soort van wisselwerking is tussen, dat zo'n partner wel wat invloed heeft op over de samenstelling van een ploeg. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik herinner mij vroeger, toen Soudal nog partner was bij de Lotto-wielerploeg, dat zij, ja, bijvoorbeeld Polen was een belangrijke markt en Duitsland, dat de wielerploeg wel ook op zoek ging naar talent. En natuurlijk is dat geen 1-op-1. Er zijn geen 100 kwalitatieve Poolse toprenners en die moeten dan ook nog beschikbaar zijn. Dus het is niet altijd dat, dat er dan een 1-op-1 match is. Maar denk ik wel dat met de titelpartners een wisselwerking met de sportieve leiding kan zijn, die daar tenminste, dat het gesprek wel kan gevoerd worden en dat men kan aangeven van kijk, die markten zijn belangrijk voor ons. Indien mogelijk zoek daar ook renners die vrij zijn en die kunnen gekoppeld worden aan de ploeg. Ja, want jij begeleidt nu renners. Ik denk dat er dan ook wel, los van de ploeg, ook wel partnerships of sponsormogelijkheden zijn. Ja. Als je die wisselwerking hebt, bijvoorbeeld, we kennen allemaal de renner met de stier op de helm of de renner die graag pizza eet. Hè. En hoe ver is dat dan een wisselwerking dat te matchen of te verantwoorden valt? Want ik kan me inbeelden, als je zegt, bij Lotto hebben wij een bepaald referentiekader wat dat er kan in sponsoring. Mogen bepaalde renners daar dan ik zeg maar iets voor een hamburgertent reclame maken? Of, daar heb ik momenteel nog geen ervaring mee, dus kijk vooral naar Thomas. Ja. We zien wel meer en meer de trend nu, hè, want om het even te schetsen, een wielrenner, een profrenner, staat in normaal geval zijn portretrechten volledig af aan de wielerploeg waarvoor hij of zij rijdt. Nu, we zien de laatste jaren wel een trend dat zeker de grotere namen, de grote profielen, een stuk van die portretrechten zelf behouden om dan zelf de markt op te gaan om bijkomende persoonlijke partners te hebben. Maar wat wel belangrijk is dat er altijd een wisselwerking is, een match ook met de wielerploeg waarvoor hij rijdt of zij rijdt. Want je kan nooit een persoonlijke partner hebben die ten eerste al een concurrent zou zijn van een teamsponsor. Maar los van het concurrent zijn, moet er ook ergens een match zijn. Hè. Je kan niet zomaar afkomen met eender wat. Zowel persoonlijk die renner als met die ploeg waarvoor hij of zij rijdt. En met de meeste ploegen loopt die samenwerking wel heel goed. Hè. We hebben het voorbeeld nu in onze portefeuille bijvoorbeeld van Lotte Kopecky, die momenteel heel fel bevraagd wordt. Dus ik moet heel vaak nee zeggen tegenwoordig. Maar ja, zij is natuurlijk een uniek profiel. Hè. Ze is veruit de beste Belgische wielrenster en staat ook op wereldvlak aan de top. En is daarom ook, dankzij haar prestaties, een heel interessant commercieel profiel. En dat maakt dus dat er ook een vrijheid is om persoonlijke partnerships aan te gaan, los van de teampartnerships. Maar voor alle duidelijkheid, dat is altijd wel in nauwe samenspraak met de ploeg. Dus wij gaan nooit iets doen waar de ploeg niet zou achterstaan of waar ze niet op voorhand hun groen licht voor hebben gegeven. Mooi, ik denk dat dat een goede manier is om samenwerking te doen. Hè. Ja. Ik hoorde het daar juist ook al zeggen, hè, sport is emotie. Je hebt als Lotto-ploeg iets te bieden. Hè. Je bent non-skippable. Je komt heel veel in de exposure. Je zit mee in de emotie. Is dat nog voldoende om als aanbod te geven naar potentiële partners? Want ik merk nu ook wat dat we veel zien is, als ik het dan terugbreng naar de voetbal bijvoorbeeld, dan eigenlijk clubs of wielerploegen bijvoorbeeld ook soms marketingbureaus zelf geworden zijn en eigenlijk soms mediahuizen geworden zijn die heel veel hun fans proberen te voeden met content. Is dat iets waar dat jullie ook op inzetten? Of? Ja, we hebben inderdaad ook twee communicatiemensen die eigenlijk volop de ploeg volgen en inderdaad die content shooten. Dan werken we ook nog samen met een extern bureau, ook, Sportplus Media, die ook voor ons social media shots doet. Dus dat is inderdaad zaak waar dat we ook meer en meer op inzetten om die behind the scenes, wat dan de mensen ook wel in zien, te gaan tonen. Want uiteindelijk de exposure dat je ook het online geeft, dat heeft ook return natuurlijk naar uw partners. En dan heb je natuurlijk al uw suppliers ook nog, hè, die moeten in beeld gebracht worden. Die heb je dan effectief enkel maar op de koers als ze in gebruik zijn. En dan is het ook het moment om die mooi in beeld te brengen. En dat doen we inderdaad dankzij ons communicatieteam die dan ter plaatse aanwezig is. Is dat iets dat renners zelf ook doen? Is het belangrijk geworden dat renners voor zichzelf ook een personal brand opbouwen? Of? Ja, zeker. Daar begeleiden wij zeker ook bij. Hè. De renners of rensters die echt doorbreken, dat zijn merken op zich geworden. Hè. Met vaak een eigen kledinglijn, eigen persoonlijke partners. Vaak ook communicatiemensen die dan specifiek ook voor hen zaken doen. Dus dat is inherent deel geworden. Hè. Ze zijn, dat is deel geworden van hun job ook. Hè. Ze zijn naast profrenner en profrenster zijn zij ook, ja, ik noem het woord niet graag, maar influencer geworden en een soort van billboard on wheels. En dat hoort er nu eenmaal bij. Hè. In een sport die voor 95% afhankelijk is van sponsoring, moet je ook return bieden aan die sponsors die die bedragen betalen. En daar hoort content, goede content uiteraard bij. Hè. Vaak, hè, jullie denk ik zijn een videomarketingbureau. Vaak is dat tegenwoordig videocontent. Dus dat is zeker absoluut de moeite. Hè. Mm-hmm. Zijn er zo bepaalde dingen, cases, dat jullie al echt gedaan hebben met videocontent? Nu recent, ja, op Luik-Bastenaken-Luik kwam de vraag van Orbea die een nieuwe stadsfiets wou lanceren. Dus eigenlijk sinds dit jaar werken wij met Orbea als fietsleverancier. Ze hadden een nieuwe stadsfiets gelanceerd en ze vroegen of we dat mee in de kijker konden plaatsen. Dus dan zijn er eigenlijk een 7-tal fietsen naar België gekomen om eigenlijk op het startpodium te gaan. Dus normaal gaan ze met hun gewone fiets, waar dan ze de koers mee rijden, op het startpodium, maar dat hebben we dan gedaan met de stadsfietsen eigenlijk van Orbea. Dus daar ook inderdaad dat, om het gezondheidsaspect, ook ja, een beetje milieumatig inderdaad, gebruik de fiets en minder de wagen, was dat ook terug om te tonen van kijk, gebruik de nieuwe stadsfiets bijvoorbeeld. En dat is dan wel leuk om die speciale content te gaan brengen, ook voor een partner, om een beetje creatief ook te gaan gebruiken. We kunnen inderdaad gewoon zeggen, een foto bijvoorbeeld van die nieuwe fiets en that's it. Maar op deze manier hebben we inderdaad ook onze ploeg, de renners erbij betrokken, die waren ook heel enthousiast. Heel wat media exposure gehad, want net voor de koers hadden we natuurlijk Van Gils die daar een beetje als favoriet ook werd uitgespeeld. Dus werd er ook direct een link gemaakt met de fiets. Is dat nu de fiets met wat rijden, dat je gaat fietsen, et cetera. Dus denk ik dat we al heel wat media exposure gekregen ook. En dat is wat we wel hebben, van op een andere manier ook onze partners te gaan in beeld brengen dan puur het klassieke logo plaatsen. Inderdaad. Ja, die tijd is denk ik wel voorbij, dat het stopt met plaatsen van het logo op het shirt en daar stopt het dan bij. Maar ik denk ploegen zoals Lotto Dstny en andere ploegen ook, die zetten daar volop op in om ook creatieve content aan te bieden, vaak videocontent, aan hun partners om dat partnership in de kijker te zetten of op een nieuwe productlancering bijvoorbeeld. Ja. Ja. Waarom denk je dat videocontent daarvoor een geschikt middel is? Ja, sport is emotie, de koers is emotie en dat kan je het best overbrengen, denk ik, in videocontent. Hè. Dat is evident. Een statische foto zegt toch iets minder. Een korte video zegt vaak meer dan. Ja. Dat gaat dan al heel hard over social media. Zover. Wat ik nu ook veel gezien heb, is dat elk streamingskanaal ook al ergens een documentaire van een ploeg nu. Is er al een van Lotto Dstny ook? Of? Nee. Dstny heeft wel net een korte documentaire uitgebracht over hun ervaring van de voorbije 1,5 jaar als namingpartner. Dus zeker een aanrader ook om een keer te bekijken vanuit het perspectief van een partner van de wielerploeg. Hoe dat zij dat ervaren hebben, hoe dat zij dat ook inzetten eigenlijk als partner, de wielerploeg. Dat vonden we wel ook heel mooi gedaan van Dstny. Dus, dat is ook iets waar wij mogen trots op zijn. Absoluut, ja. Dat zij dat ook uitdragen, dat ze trotse partner zijn van de wielerploeg natuurlijk. Ja, vaak een sponsor of een partner of een bedrijf dat sponsor wordt bij een wielerploeg, van een voetbalclub of wat dan ook. Vroeger zag je vaak dat ze 100% van hun marketingbudget dan uitgaven aan een sponsorbedrag. Terwijl dat je eigenlijk toch tenminste 1 op 1... Hè, dus voor elke euro dat je in sponsoring stopt, zou je €1 aan de kant moeten houden om die sponsoring te gaan activeren. Dat zie je nu wel vaker dat ook grote sponsors nu de nodige budgetten daarvoor gaan vrijmaken en vrijhouden om die sponsoring te gaan activeren. Want als sponsor koop je bepaalde rechten bij een wielerploeg, maar je bent niks met die rechten als je die achteraf ook niet kan inzetten. En dat zijn dat soort adviezen verlenen we ook wel aan bedrijven die... Ja, het is waarschijnlijk wel drieledig eigenlijk. Inderdaad, dat de renner een beetje personal branding moet doen, dat de ploeg moet dingen communiceren. Maar het mag inderdaad niet vergeten worden dat de bedrijven zelf ook... meer moeten doen dan enkel het logootje erop plakken en zo verder, of niet? Zijn er daaruit eigenlijk bepaalde kaders, afspraken? Of, Er worden inderdaad wel bepaalde zaken besproken op voorhand van wat dat er allemaal kan gedaan worden, hoeveel keer, zoals ik net zei, er worden shootings georganiseerd. Dan lijkt me ook graag dat er zoveel mogelijk dan geshoot wordt, video, foto, om inderdaad, bijvoorbeeld tijdens de Tour de France, dat we onze renners daar niet te veel moeten lasten vallen, want dat is natuurlijk de periode waar dat iedereen wel op inpikken als partner. Dus dat proberen we dan voor de Tour de France allemaal in te blikken en dat zij dan hun content ook hebben en dan daarmee kunnen aan de slag gaan. Dus dat zijn inderdaad wel afspraken die gemaakt worden. Ja, het is waarschijnlijk niet zo dat je kan zeggen, ik wil enkel in de Tour de France mijn deeltje bijdragen. En, ja, het is uiteindelijk dat is een half jaar dat je partner bent. Of misschien langer, want we hebben meerjarencontracten eigenlijk vooral. Dus dat is niet enkel een bepaalde periode, maar dat is eigenlijk volledig de duur van je contract dat loopt. En dat is inderdaad wel iets waar we, we duidelijke afspraken gaan maken. Ja. Okay, cool. Ik ga je nog eens een aantal stellingen poreren. Een hele toffe stelling dat ik jullie even ga geven, daar mogen we over discussiëren. De impact van individuele renners, hun merkperceptie is sterker dan die van het team. Dus als het over sponsoring gaat, zijn er misschien beter sponsor dan een renner apart, dan als die van een team. Akkoord, ik denk dat het een wisselwerking is, hè? Om te antwoorden op de vraag, ik denk dat het een wisselwerking is. Ik denk absoluut dat wielerploegen kunnen profiteren van of genieten van de populariteit van bepaalde echte grote namen. Maar anderzijds kan je het belang van de wielerploegen ook niet onderschatten. Hè. Zoals ik daarnet zei, een wielrenner staat zijn portretrechten in normale gevallen volledig af aan die ploeg. En er kan dus in principe niks anders gedaan worden langs die ploeg weg. Dus het is een wisselwerking, het zijn communicerende vaten. Hè. Als een renner goed presteert, gaat dat afstralen op zijn ploeg. En omgekeerd, als een ploeg goed draait, gaat dat ook goed zijn voor die individuele renner. Het is een individuele ploegsport. Hè. Dus die kan nooit, de ploeg kan je nooit wegcijferen. En omgekeerd, uiteraard zijn de kopmannen en de kopvrouwen belangrijk. Dat is evident. Nee, jullie hebben elkaar nodig in dit verhaal. Hè. De renners hebben de ploeg nodig. Want zonder renner is er ook geen ploeg. En dat maakt het inderdaad ook naar partnerships toe, dat je daar inderdaad die wisselwerking en open communicatie moet over hebben. En dan denk ik ook die diverse profielen eigenlijk in een wielerploeg. Ja. Dat maakt het ook net interessant om als partner in te stappen. En zeker als je dan nu kijkt naar de Lotto Dstny-ploeg, we zitten met Arnaud De Lie heel hard aanwezig nu in Wallonië, wat daar inderdaad wel ook heel interessant is. Want eigenlijk, het wielrennen is nog altijd een zeer Vlaamse sport. En denk dat wij daar met Arnaud De Lie, die we dan bij onze ploeg hebben, kunnen we die ook aanbieden aan een partner om die markt in Wallonië daar te gaan aan te spreken. Dus zo zijn we eigenlijk heel breed voor het Belgisch grondgebied. Oké. Dus ik probeer te zoeken naar dat je er niet overheen komt. Dat gaat moeilijk zijn. Ik ga nog een moeilijke smijten, maar daar gaat ze volgens mij wel in overeenkomen. Hè. De impact van sponsoring is moeilijk te meten en wordt vaak overschat. Dat is inderdaad iets moeilijker. Ik denk, er zijn momenteel, wat ik daarnet zei, hè, vroeger had je veel bedrijven, of vaker bedrijven, die hun volledige marketingbudget aan sponsorbudget besteden en dan niks meer overhielden voor activatie, maar zeker ook belangrijk voor het onderzoek. Want eigenlijk is sponsoring een beetje, of eigenlijk marketingstrategie is zoals varen met een schip. Hè. Je mag niet blind varen, je moet weten waar je naartoe gaat. En dat wil dus zeggen ook meten. Hè. Meten of de sponsoring die je doet, of dat een impact heeft, of de juiste ploeg sponsort, de juiste beslissingen hebt genomen. En absoluut, ik denk dat er absoluut tools zijn tegenwoordig om dat wel te doen. En wielerploegen zoals Lotto Dstny bieden dat trouwens denk ik ook aan hun grotere partners om die impact ook wel te gaan meten. Hè. Het is tegenwoordig ondenkbaar dat je een miljoenencontract zou kunnen verkopen zonder dat daar een stuk meting van de resultaten of van het succes van die sponsoring zou bij horen. Ja, dat gaat inderdaad heel breed. Ik denk sowieso als wat erop tv komt en alles van koersen wordt eigenlijk gemeten effectief. En die data wordt ook gedeeld met onze partners om daar een return op te hebben. Maar dan heb je anderzijds ook nog uw acties dat je doet met personeel, et cetera. Dat zijn ook allemaal zaken die bijdragen eigenlijk aan uw HR-politiek binnen een bedrijf. Dus het gaat inderdaad meer dan enkel puur de visibiliteit, maar ook alles dat je er inderdaad als bedrijf er rond doet. Het is inderdaad wel een marketinginvestering dat je doet als partner van een ploeg, Maar het gaat ook veel breder inderdaad dan puur nogmaals dat logo. Het is inderdaad ook wat je ermee doet als bedrijf. Je betrekt je personeel erbij, je betrekt je klanten erbij. Je genereert er sales uit uiteindelijk, want ja, je gaat er naar de klanten mee naartoe. Prospects om klanten aan boord te houden. Dus inderdaad, dat is heel divers. En dat zijn zaken die wij natuurlijk niet kunnen meten, van wat dat doet bij een bedrijf, met personeel, wat dat doet met uw klanten. Maar wat dat er inderdaad gebeurt met de visibiliteit, met het logo, dat kunnen we wel perfect meten. Maar dan is het uiteindelijk wat dat je er zelf mee doet, zoals dat al zei. Het is dan nu om dat te activeren en te gaan gebruiken. En dat zit dan bij het bedrijf zelf, van ja, welke impact dat heeft. Ja. Oké, cool. Misschien nog een paar vraagjes om richting afronding te gaan. Of misschien heb je er zelf ook nog iets mee te geven rond sponsoring zelf. Heb je nog wel de insights dat we nog niet besproken hebben? Ik denk inderdaad, ja, voor het wielrennen denk ik dat we heel veel stappen nog kunnen zetten ook. Zeker, naar qua aantal mogelijkheden. Nu, ik ben nog maar recent gestart. Ik merk nu al inderdaad dat we heel veel zaken nog kunnen doen. Allee, als ik dan inderdaad vergelijk vooral met het voetbalgegeven eigenlijk. Als je dat ziet, dat zijn volledige mediahuizen geworden. Ja. Data is daar key. Ik denk dat we daar ook vooral nog kunnen stappen in zetten, dat we daar nog meer kunnen gaan inzetten, ook naar onze partners toe. En dan vooral ook out of the box aan denken en zien van hoe meer dat je, zoals dat we met Orbea gedaan hebben, hoe dat we die partners op een andere manier in de kijker kunnen zetten. Ja. Ik denk dat heel belangrijk wordt. Wielrennen is eigenlijk een traditionele sport, Europese sport. Maar dan neemt niet weg dat we niet kunnen innoveren. Hè. Ik denk altijd terug aan het WK in Leuven bijvoorbeeld, of het WK in Glasgow vorig jaar. Ja, je had die lange aanloop, maar dan had je eigenlijk een stadscriterium dat, denk ik, eigenlijk als format wel goed kan werken. Ook naar, want om het dan te hebben over een van de zwaktes van het, of uitdagingen van het wielrennen, is dat het een verouderend publiek heeft, zeggen ze altijd. Wel, ik denk dat je iets wel kan doen met kortere formats bijvoorbeeld, of zaken die echt meer een jonger publiek aanspreken. En dan zo'n stadscriterium, denk ik dat wel goed kan scoren. Hè. Zowel voor de toeschouwer ter plaatse als voor de tv-kijker zijn dat formats die wel goed kunnen werken. En er zijn wel, ik denk alle stakeholders in het wielrennen zijn daar wel mee bezig om de sport ook te moderniseren en future-proof te maken. En ook te leren van andere sporten. Hè. Kijk naar baseball, basketbal. Vaak Amerikaanse sporten die commercieel inderdaad veel beter ontwikkeld zijn. Daar kan het wielrennen wel nog veel van leren. En er is zeker nog veel potentieel. Wielrennen is mondiaal gezien niet de grootste sport, maar wel een sport met heel wat potentieel in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten, Azië. Daar is het wielrennen nog totaal onderontwikkeld. Het zijn hele grote markten, maar dat wil ook zeggen dat er potentieel is. Er zijn heel wat mensen die fietsen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, maar die de koers niet volgen. Dus dat zijn potentiële fans die op een bepaalde manier wel getriggerd zouden kunnen worden door het profwielrennen. Dus er is zeker wel een toekomst als alle stakeholders de neuzen in dezelfde richting zetten. Ja. Ja, ik denk ook wel naar beeldvoering, waarschijnlijk op televisie ook. We zien nu al een keer experimenteren met dronebeelden en zo. Ja, maar dronebeelden, data ook. Ja, want ik hoor zelfs bij voetbalmatchen dat de jonge mensen eigenlijk al niet meer lang 90 minuten gaan kijken, dat lang duurt en zo. Klopt, ja. En kortere tijdspannen. Laat staan een koers van 5 uur. Ja. Hoe zitten daar eigenlijk nog mogelijkheden in, denk je? Ja, wat ik zeg, kortere formats natuurlijk altijd met respect voor de tradities en de geschiedenis van de sport die het ook hier zo populair maakt. Maar ik denk zeker naar die nieuwe markten, de minder traditionele wielerlanden, dat we moeten kijken naar manieren die misschien korter zijn, flitsender zijn. En er zijn zeker manieren om dat te doen, om te leren van andere sporten, hè? Absoluut. Goed. Wat mag ik jou nog toewensen, Kenny? Moet ik even nadenken. Natuurlijk dat we geen groot accident meer hebben met onze renners. Nu zijn we bijna terug allemaal compleet. Dus dat is al één ding. En dan twee. Terug dat we naar volgend jaar mogen kijken. En dat we daar ook terug een stabiel jaar hebben vooral. We zitten nu in een positieve spiraal. Dat we dat ook zo kunnen houden. Wij met onze damesploeg gaan we ook voor de eerste keer Tour de France voor de dames rijden. Ja. Dat is ook wel eigenlijk een hele mooie mijlpaal voor onze damesploeg, ook om te tonen dat we daar ook stappen aan het zetten zijn. Dus het is niet enkel meer het Evo-team en de Pro-Tour-ploeg, maar ook ons damesteam, die nu echt in de kijker bent te rijden en nu ook mag deelnemen aan Tour de France. Dat is ook wel een mooie mijlpaal. En denk ook naar onze partners toe dat een belangrijk is om mee te geven dat we die bredere kijk hebben. Het dameswielrennen is absoluut een groeifactor in het wielrennen. We merken dat aan alles. Zowel aan bedrijven die geïnteresseerd zijn. Ik kan mij moeilijk nog een multinational inbeelden tegenwoordig die enkel in mannensport zou kunnen investeren momenteel. Dat hoort er gewoon bij. En dameswielrennen is absoluut een positieve spiraal bezig. Meer wedstrijden op tv, grotere namen, bekendere namen ook, betere wedstrijden op tv. Grotere sponsors ook sponsoren, grote bedrijven als SD Works, AG Insurance, Zwift, noem maar op, die echt specifiek in dat dameswielrennen gaan. Absoluut een groeifactor in het wielrennen en om mee rekening te houden. En trouwens ook waar je qua return on investment dan als sponsor nog heel wat waar voor je geld kan krijgen. Hè. Je zit echt met een groeiaandeel waar je, laten we zeggen, laag kan inkopen om dan mee te groeien met die sport. En uiteraard hebben wij Lotte Kopecky nu een fantastische Belgische vaandeldraagster die dat nog naar een hoger niveau brengt. Maar ik denk dat het niet alleen een Lotte Kopecky-effect is. Hè. Je hebt ook internationaal meer aandacht, de Tour de France Femme, die er nu terug is. Absoluut een positieve spiraal. Ja. Alright, goed. Kijk, dan kan ik jullie bedanken, heren. Ik onthoud... Ik ga proberen een goede opsomming te maken, dat het als bedrijf wel nog altijd interessant kan zijn om een sportploeg of wielerploeg te sponsoren, omdat je mee kunt surfen op de emotie die er is, dat je ook non-skippable bent, dat er nog hidden gems zijn in het vrouwenpeloton als sponsor en dat videocontent ook wel een groot deel is van toevoegen aan die emotie en dat ook wel goed is om na te denken, niet alleen in sponsorterms, maar ook aan marketing en activatie. Ja, absoluut. Bedankt allebei om hier aanwezig te zijn. Ik hoop dat je het een fijn gesprek vond en dat jullie sportieve successen halen, financieel goede deals binnenhalen en leuke projecten kunnen doen. Voilà. Ja, dank je wel. Veel succes alleszins. Merci. Goed. Dank u. Ziezo, dat was de aflevering van deze week. Ik hoop dat jullie niet te hoog in hartslag gegaan zijn of klamme handjes hebben van het zweet door alle vragen en antwoorden die gepasseerd zijn. Zit je toch nog met vragen en wil je wat meer weten rond sponsorship of emotie toevoegen rond je brand? Stuur ons dan zeker een berichtje of een DM op LinkedIn en dan komen we daar snel op terug. Ik hoop jullie terug te zien op een volgende aflevering. Maar voor nu, ciao!